Ernst, Bobbie en de rest. 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 Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Blech. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobbie en de rest. 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 Hey, Ernst. Weet jij aan welke kant een hond het meeste haar heeft? Aan welke kant een hond het meeste haar heeft? Nee. Aan de buitenkant. Bobbie de boy. Welke boy? Bobbie de boy van politiebericht dat af in je rugzak schiet op. Waarom zeg je dat dan niet, hè? Dat zeg ik toch. Hier is Monica Poedelstaart met de politieberichten. Vandaag is het nieuwe dierenasiel geopend. Het nieuwe dierenasiel is geopend, Ernst. Kieken! Wat is dat eigenlijk, een dierenasiel, Ernst? In een dierenasiel zijn beesten die geen baasje meer hebben. Oh, zoals giraffen en ijsberen en nijlpaarden. Meestal gewoon honden en katten. Bobbie, wacht nou. Ernst, ik weet alles over honden en katten. Weet jij wat je moet doen als je een hond hoort miauwen? Een hond hoort miauwen? Nou, ja. Dan zou ik maar naar de dierenarts gaan. Ja. Nee, dan moet je naar de oorarts. Kom op. Mooie asiel, hè, Bobbie? En ze hebben hier zelfs een alarminstallatie dat er geen honden kunnen ontsnappen. Hey, Ernst, die hond die lijkt precies op jou. Het is toch niet aardig om dat te zeggen? Ah, dat begrijpt hij toch niet, Ernst. Hey, Ernst, hij kijkt zo lief. Mag ik hem meenemen, Ernst? Want hij is er geen baasje, deze honden. Oh. Bobbie, nee. Wat hebben wij nou aan een hond? Ah, Ernst, één hond inderdaad, daar hebben we helemaal niks aan. Maar we kunnen ze allemaal wel meenemen, Ernst. Oh, mag het? Please. Bobbie. Kom, laten we even meekijken. Deze is ook leuk, zeg. Hoi, hond, hoi. Bobbie, wat is er aan de hand? Ja, ik weet het niet, Ernst. Ik hoorde wel de alarminstallatie, maar... Bobbie, er zijn honden gestolen. Dit moet de hoofdcommissaris weten. Hoe is het toch mogelijk dat er met een alarm toch nog honden worden gestolen? Bobbie, wat is dat in je hand? Huh? In je hand. Mijn hand? Andere hand. Andere hand. In je zak. In mijn zak. Van je jasje, andere kant, daar. Wat is dat? Oh, niks. Bobbie! Bobbie, wat zijn dit? Volgens mij zijn het honden, Ernst. Bobbie! Huh? Nou ja, Ernst, ik vond het zo zielig, want ze hadden geen baasje. En toen heb ik het kootje opengemaakt en toen dacht ik, ik neem ze maar Bobbie, mee. Deze honden gaan terug naar het asiel. En ik ga het ook nog eens eerlijk vertellen. Jij blijft hier wachten. Ja. Oh. Ik ben het met je eens dat het een heel erg... Ja? Ik bel je terug. Hallo, hoofdcommissaris. Zo, Bebst. Het is Ernst. Men spreekt een hoofdcommissaris niet tegen. Daarbij heb ik geen tijd. Er is ingebroken in het asiel. 3 honden weg. Een dier uit het dierenasiel moet bij een goed baasje terechtkomen en niet bij een dief. Als ik die dief te pakken krijg, gaat hij voor 10 jaar de gevangenis in. Nee, we stoppen hem in het dierenasiel. Dat zal hem leren. En waar kwam jij voor? 10 jaar de gevangenis in? Nee, het dierenasiel. Ik was eigenlijk... tot ziens. Vervelende jongen. Trouwens, die andere ook. Hoe heet die ook alweer? Nou ja, Bobo. Oh, Ernst, en? Mag ik ze houden? Oh, mag ik ze houden, Ernst? Ernst. Kom. Hè? Oh, nou, kom jongens, we gaan. Hoepsakee, daar naartoe, lopen maar. Yo, gezellig. De hondjes waar ik echt voor viel, zaten wachtend in een druk asiel. Ze hadden voedsel, maar helaas, de hondjes hadden geen baas. Ze keken met oogjes donkerblauw, eerst naar mij en toen naar jou. Spelen wilden ze met ons twee. Ah, Ernst, mogen ze mee? Want ieder beestje wil een baas, al ben je een konijntje of een haas. Je wilt toch ook een pa of moe, en 's avonds naar je huisje toe. En als je dan van dieren houdt, dan laat het je echt niet koud. Dan wil je vriendjes met ze zijn. Ja, dierenvriendjes vind ik fijn. En dan zijn we ons leven lang bij elkaar en nooit meer bang. Samen op vakantie gaan en nooit meer er alleen voor staan. Dan breken goede tijden aan, van naar het strand of naar de speeltuin gaan. En lekker dollen in het gras, zo ik wou dat je al mijn vriendje was. En lekker liggen voor de open haard, en elke hond krijgt een strik in zijn staart. En de hele dag gaat op en in het grote bos, en dan mogen jullie voor altijd los. Oh, wat zou dat heerlijk zijn. 3 kleine hondjes aan de lijn. 3 kleine bakjes hondenvoer, waar ik dan extra vlees door roer. En lekkere water, ja, elke dag. Ik zorg dat dat altijd mag. Ik vind elk hondje echt een schat. Ik wou dat ik die hondjes, die lieve kleine hondjes, ik wou dat ik die lieve hondjes had. Ernst, ik ben hartstikke moe zeg van het lopen. Bobbie, die hondjes die zijn hartstikke klein, die hebben net zo ver gelopen en die zijn nog helemaal niet moe. Ja, maar die beesten hebben 4 benen en ik heb er maar 2, Ernst. Hey, wat moeten we nou met die honden? We moeten gewoon een nieuw baasje voor ze vinden. Eentje die heel erg goed voor ze zorgt. Ja, maar Ernst, mogen ze dan bij ons blijven? Dan kunnen ze slapen bij ons in de slaapkamer. Dat stinkt toch? Ah, daar wennen die dieren wel aan, joh. Leuk. Kijk nou. Dat zijn zij! Dat zijn jullie! Bobbie, daar staat gezocht. Daar staat dat als je deze honden ziet, dat je dan de politie moet bellen. Ah, Ernst, ik ga ze heus niet bellen. Ik hou dat wel stil. Bobbie, jij wel. Maar wat gebeurt er als andere mensen die honden herkennen? Ik weet wel wat. Kom op. Ernst, Bobbie en de Rest. Goed, hè, Ernst. Niemand herkent ze zo. Maar waarom piepen ze nou? Ik denk dat hun hoofddoekjes kriebelen of... Oh. Ze hebben natuurlijk honger. Honger? Hebben jullie honger? Zoek de dierenwinkel! Bobbie! Zo, stoppen! Help! Hallo! Hallo! Moeder! Moeder! Oh! Heeft u zich bezeerd? Oh, zeg maar je hoor. Ik zeg het tegen deze mevrouw Soepkip. Oh. Heeft u zich bezeerd? Soepkip? Nou, Bobbie! Nee hoor, dat gaat wel. Oh, gelukkig. Valt echt wel mee. Maar wat zie ik, wat hebben jullie een schattige hondjes. Ja. Die heb ik nou zelf altijd graag willen hebben. Meent u dat nou? Want we zoeken eigenlijk nog een baasje voor ze. Meen je dat? Ja, maar dan moet u wel beloven dat u heel goed voor ze zal zorgen. Ja, natuurlijk. En ze hebben ook een klein beetje honger. Nou, weet je wat? Ik ga gelijk eten voor ze kopen. Ja, oké. Goed idee. Dag jongens. Dag jongens. Dag. Zo, Ernst, wat hebben we goed opgelukt. En hebben ze een baasje en de honden zijn er allemaal goed. En wat is hier aan de hand? We hebben de honden teruggevonden. Ja, en ze hebben meteen een nieuw baasje. Ja. Nou, mooi. Dan zie je maar dat ik ook deze zaak weer heb opgelost. Dankzij mijn jarenlange ervaring en mijn intensieve speurwerk. Ja. Ernst en Bobbie. Tot ziens. Of heten jullie eigenlijk anders? Nou ja, dat doet er ook niet toe.